Ben je er, man? Ja, ik ben er. Ja, ik had het heel koud, dus ik dacht misschien kun je even het open haard. Ik kan er even een haartje aan doen, hoor. Ja, kijk eens. Oh, ja, kijk eens. Oh, het is echt een sneeuw. Ja, ik moet even lekker zitten. Ja. Oh, het is zo koud. Ja. Ja, en soms, hè, als ik dan bij het haardvuur zit, zo, zoals nu, dan, oh, ja, dan word ik stil. Dan moet ik denken aan iets van vroeger. Als ik kijk dan en ik zie hoe de vlammen verdwijnen in het zwart van de schoorsteen, als sterren in de nacht, ja, dan denk ik aan iets van vroeger. En mijn vrouw, die weet al precies wat ik bedoel, die hoeft mij niks te vragen. Ik kan het zien aan mijn ogen. Ja, zeker. Ja, ja, kijk. Jonge mannen, we zijn meegevaren aan boord van de Windhond, dat schip van Jacob van Heemskerk en Willem Barends. Nou, een ramp dat is. Die mannen kwamen vast te zitten in het ijs, toen moesten met hun eigen grote handen een huis bouwen. Koud dat het was, en een honger en vrouwen, en de zon die verdiept het maar om te komen. Oh, ja, eind januari, toen pas kwam de zon heel even op als een verlegen meisje. In de weken daarna bleef ze net een stukje langer en werd ze ook steeds een stukje warmer. En ja, we zagen hoe enorme ijsschotsen afbraken en wegdreven de zeeën. Dus ja, vol ongeduld wachten we tot ook ons schip los zou komen uit het ijs. Maar na een paar maanden zat het schip nog steeds muurvast gevangen in het ijs. Gek werden we ervan. Nou ja, het was net alsof er een geheimzinnige kracht aan het werk was. En jullie dachten toen, we gaan maar met de sloepen ervan doen. Ja, dat dacht ik. Ja, dat durfden ze weer niet te vragen aan de schipper. Nee. Want ze waren bang om beschuldigd te worden van buiterij en om dan gekielhaald te worden. Oh. 15 mei 1597. Daar staan we dan, uitkijkend over de zee, verteerd door een diep, diep, diep verlangen. Wil weg van hier, haat dit maar. Pakken sneeuw, pakken ijs en pakken vast. Ik wil naar mijn moeder. Moeder, ik haat gemaal op de schuip, ik wil eindelijk weer eens lekker eten. Mijn tang zit los, ik heb niet in mijn mond. Ik wil weg. Ja, en terwijl we daar zo staan te jammeren en te zeuren als de eerste de beste meid komt, Willem Barends naar buiten met zijn zieke, uitgeteerde lijf. Ja. Ach, ja. Willem Barends. Eerste klas stuurman, hè? En dan schraapt Lennart zijn keel. Stuurman Barends. Ja, Willem heeft gelijk. We moeten vertrouwen op God. Ja, maar wat moet je anders? Ja, nou ja, maar kijk, soms, hè, als je daar op Nova Zembla staat en je kijkt om je heen in die eindeloze witte hel en dan probeer je weer een beschuitje te eten en dan begint je mond weer meteen te bloeden, ja, dan vraag je je wel eens af waar hij is, God. Weet hij wel dat we hier zijn of zijn wij niet meer dan kleine zwarte stipjes? De schipper komt naar buiten, Jacob van Heemskerk, alle respect. Ja. Wat is hier aan de hand? Ja, ik durf het te zeggen. Ik wil naar huis. Goed. Dat kan niet. Het schip ligt op de kant. Maar we kunnen met de sloep. Nee, want als we het schip moeten achterlaten, moet ik het betalen. Ja, dat is waar. 16 mei 1597. Och, hoe lang moet dit nog duren? Hoe lang nog? En we proberen weer een klein beetje te eten. En we eten een gemalen beschuit en een heel klein beetje gezouten spek. En ja, dan beginnen we maar een liedje te zingen. Want ja, wat moet je anders? Dus één van ons begint te zingen en de anderen die vallen bij. Er zit ijs in mijn handen en sneeuw op mijn kop. En vuur wil niet branden, wil je mee verlissen? Maar dat kan ons niet leren, de zeeman gaat door. Als de storm op zijn hart is, dan zingt hij in koor. Achter de diepzee, dat daaronder meer. Achter de diepzee, dat de weg van Azuur. Achter de diepzee, wat een
Het is 17 mei 1597. We willen op pad gaan met de slee om op zoek te gaan naar brandhout. Maar dan, ineens vanuit de stilte, klinkt er een angstaanjagend geluid. Het smaakt naar rauwe vis, maar ja, juist een lever, wie weet, het is zo smerig. Heel goed, en je haalt de lever uit de ijsbeer en je geeft het aan de kok, aan Lennart. En Lennart die bakt het op en een half uurtje later zit ze lekker. Nou, kijk, wat die mannen niet weten, wat ze ook niet kunnen weten, de lever van de ijsbeer is heel giftig. Dus binnen een paar minuten liggen ze tot kok over de grond. De mannen zijn nu echt niet meer te houden. Wij willen weg. Wij willen weg. Hey, jongens. En dan slaan ze ondertussen ook allemaal de rechterhand op de linkerborst. Wij, de zeelieden van de windhond. Wij, de zeelieden van de windhond. Verklaren onder ede. Verklaren onder ede. Dat het schip niet te redden is. Dat het schip niet te redden is. Wij volgen ons instinct. Wij volgen ons instinct. Dat ons dwingt ons leven te redden. Dat ons dwingt ons leven te redden. Mannen, pak je spullen! Deze kant op, daar is het. Komen allemaal deze kant op, zo rapje af, kom maar. En dan mogen jullie naar de boot toe, naar de soep. Oh, het is koud, jongens. Ja, die man is daar zo stom. Die zwak, hè. Ze hebben 9 maanden maar die hele ijs wordt ja. Het duurt al een dag voordat ze alles hebben ingepakt in die kleine boot. Ja, wat neem je mee? Nou, ze hadden karnemelk, ze pakken van die tonnen, dat namen ze dan mee. En ze namen pakjes fluweel mee, want dat was heel veel geld, dat moest wel meegenomen. Ja, dus ze namen vaatjes wijn. Ja, kon je toch s'avonds nog een wijntje drinken en een beetje warm worden. Maar ja, Hans Vos, die had wel een hele gekke wens hoor. Die Hans, wat wil jij eigenlijk? Ik wil deze, waar ging deze mee nemen voor in mijn kakerzak? Ik wil ze graag. Ik heb opgezet de ijsbeer in mijn kaart. Hans, kom op man, raar aan. Is dat gebeurd? Oké, zijn de mannen klaar? Ja. Hup, hup, ja. Hup, 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 hup. En het is 20 juni, nee 20 mei is het, dus een maand eerder, 19 mei. Nee. 19 mei is het, ja. 19 mei 1597. En hopend op Gods genade gaan ze op weg. En diep dankbaar dat ze toch nog van dat koude, barre land mogen vertrekken. Ja. In de open boot is geen beschutting, hè? Nee. Toch? Nee. Dus als je water, precies. Ja, en ze raken bekneld tussen ijsschotsen en ijsberen die vallen hun aan. En walrussen die rammen de boot, maar steeds weer ontsnappen ze aan de kaken van de dood. En ja, danken ze God de Heer. Ja, alleen met Willem Barends gaat het steeds slechter en slechter. En heel zielig. Oh, zie je dat?
4 juni. Het hele harde zuiderstorm. Die mannen die roeien zo hard als ze kunnen, maar ze drijven steeds verder van dat land af. Ze proberen hun geld te eisen. Oh, de mast breekt. Oh, pas op jongens. Oh. Heel goed!